Dag kijkers van TDW, welkom bij weer een nieuwe commentary hier op mijn kanaal. Vandaag gaan we de verneukte serie starten. We gaan een neukt uit serie starten. Nukes out, free for all, 30 kills, no deaths. Kijken of we de challenge kunnen halen. Jullie gaan allemaal mute. Op Hydro vandaag. Het is een wekelijkse challenge. Eén keer gewoon in de week komt die lekker op mijn kanaal. Gaan we kijken of we de nukt out kunnen halen. Voordeel. Nee, zit geen voordeel. Nadeel, op het moment dat je één keer doodgaat, is je hele challenge naar de kloten. Is je hele challenge naar de kloten. Dat willen we niet. Dus ik zal wat voorzichtiger spelen. Ik ga niet meteen keihard full rush erin. Ik moet iets verzinnen. Ik heb deze klas, M27. Ik denk, hier kan ik misschien wel wat mee doen. Laten we het hopen. UAV Counter, UAV en Orbital, die staan klaar om me te helpen, mocht ik ze halen. Ik heb wel eens de nuked out gezien van dichtbij, zeg maar. Ik kwam 27, 28 kills en toen ging ik dood. Ja, helaas, dat gebeurt dan wel eens. Maar ik heb het nog nooit gehaald. Dus ik ben benieuwd. Ik mag nu nog, zeg maar, doodgaan. Dat maakt op zich niet zoveel uit. Maar op het moment dat mijn eerste kill gemaakt wordt, als ik mijn eerste kill maak, dan is het spelletje begonnen, mag ik niet meer dood. Jij bent dood. Hij stond op iemand te schieten, maar die is al dood. Hij zal waarschijnlijk, als hij daar gespand wordt, meteen hier gericht. Oké, tweede kill. Huppa, nog 28 te gaan. Ik moet wel voorzichtig doen. Niet keihard rushen. Ik mag niet campen. Dat is wel regel. Oké, die heb ik mee, gelukkig. Want ik dacht even dat hij mij zou hebben. En daar heb ik hem ook. 4 kills. Oké, nog 26 te gaan. Nee, en dan ga ik al dood. 5 kills en het ging redelijk lekker. We maken hem gewoon lekker af. Helaas is de challenge niet te halen. Maar dat maakt niet uit. We hebben nog veel meer kansen. Ik had nog niet verwacht dat ik hem gelijk de eerste keer zou halen. Misschien dat ik nog wel een redelijke streak op kan bouwen. Maar dan ga ik wel even met de AN. Kijken of dat het verschil had gemaakt als ik met de AN was gegaan. De AN is ook natuurlijk leuk om mee te spelen. Hier beneden zit er een. Die komt natuurlijk hierheen. Kijk, dit is gewoon prachtig, dat geluid, alles. Maar ja, het nadeel is dat ik hem niet silenced heb. En niet silenced betekent dat iedereen je hoort. En dan weten ze waar je bent. Daarom dacht ik M27. Vergeet eventjes niet in de comments neer te zetten met welke klas jij denkt ik de nuked out te kunnen halen. Hier zat er eentje. Maar die zit er nu natuurlijk achter. En dan word ik in mijn rug genaaid. Nou ja, doelstelling nu is gewoon winnen. Gewoon winnen. En het liefst zo goed mogelijk. Zonder dat je geremmingtund wordt. Tuurlijk jongens. Nuked out. Laat eens even weten in de comment sectie of je zelf de nuked out hebt gehad. En zo niet, wat was jouw meest relaxte streak ervoor? Hier staat er een. Ah jongens, wat zijn jullie aan het campen? En daar ligt er weer eentje op de grond. Die denkt eventjes snel. Hier ook, dit staat te campen, jongen. Ja, vind je logisch. Als ik in je rug span, dan ben je gewoon dood. Moet je maar niet campen. Even kijken. Zo. Het water begint te stromen. Flow! Kill everyone who's in the water. Daar niemand. Dat is het in één keer rustig. Maar het is ook geen makkelijke challenge. Het is gewoon één keer dood, bam, klaar. Nuked out is voorbij. Weet je, challenge is voorbij. En dan is het leuk als er zo'n Remington achter je spant. Terwijl ze helemaal niet zo mega goed zijn. Nou, ik ga niet goed, maar zo goed zijn zij ook niet. Ik bedoel, ik ben nu 2 of 3 keer gekild door een Remington. En dat is het. Misschien is het gewoon dat ik hem te voorzichtig speel, hoor. Dat kan ook. Kijk, op het moment als het als je niet meer je eigen speelstijl gaat, spelen, dan is het ook niet meer lekker. Kijk, ik kan ook hier zo in dit kleine rondje blijven lopen. Het hele potje lang. Maar ja, zelf persoonlijk vind ik dat minder leuk. Zo eventjes is niet erg. Maar ik vind het veel leuker om gewoon hierheen te gaan. Even hier om de hoek te kijken, weet je wel. Daar spelen ook mensen. Maar ja, het gevaar is, nu zijn ze heel makkelijk achter me te komen. En zoals daar. Ga ik hier mijn EMP gooien. En dan heeft hij me ook nog. Alleen maar doordat ik mijn EMP gooide. Dat is wel een nadeel. Maar ja, kijk, weet je, dat is het risico van het vak. Het is ook niet leuk als ik... Hey, challenge 1, aflevering 1 en ik heb mijn nuked out gehaald. Oh. Ja, met je kut, Remington. Weet je, tuurlijk is het wel leuk. Maar dan is het meer van, Gio, je doet net alsof je een serie start, maar je bent gewoon te goed ervoor.
Weet je? Nou, oké. Dag 1, 5 kills. Zullen we zien, of nou niet zozeer wat dag 2 is, maar wat week 2 is. Ga ik hem killen? Nee, want het is een Remington. 18-9, kijk, ik sta op zich wel redelijk voor. Het is niets of zo dat ik me zorgen hoef te maken. Natuurlijk met die Remington hitmarkers. Ik wacht even met herladen. Natuurlijk, ik weet je, ik ben ook zo iemand van, hup, jij schiet op mij? Nou prima, dan schiet ik gewoon terug, want ik kom gewoon tevoorschijn. Ik ga niet hier zitten wachten op mijn knietjes en smeken dat hij tevoorschijn komt in mijn crosshair, weet je. Of in mijn crosshair, in mijn line of sight. Ik moet dat zeggen, niet mijn crosshair. Weet je, dat kan ook wel, maar dat is niet leuk spelen. Ik vind dat niet leuk spelen. Ik hou meer gewoon van, hup, lekker rondjes kijken en dan hoor ik in één keer wel een silencer achter me. En dan heb je wel een silencer, maar dat helpt uiteindelijk niet. Denkt hij slim te zijn. En die kant op te gaan. Nou, dus niet. 5 streak. Oké, 5 streak is tot nu toe het hoogste wat ik heb gehaald. Dus elke kill die ik nu maak, helpt mij bij een nieuwe streak. Nou, ja, 6 streak is nu het hoogste in deze serie. Nou, dit is makkelijk, jongens. Oké. Hoppa, kijk of we die orbital nog... Nee, 7. Nou, 7 is het hoogst. We moeten nog 23 meer om überhaupt kennis te maken met de Nuked Out. Laat even weten of jullie het een leuke serie vinden of niet. En ik had best wel double tap kunnen doen. Maar ja, ik heb veel Modern Warfare 3 gespeeld de afgelopen dagen. En dan doe ik double tap niet zoveel. Want die faalt op Modern Warfare 3 nog wel eens. Double piece, nice. En dan daar. En dan hup, headshot. Hij denkt mij te hebben, maar niet. Dus het wordt een triple cam. Een triple kill cam. Let maar op. We gaan eerst even zien. Daar is 1. Daar is 2. En hup, weg. Hij raakt me met zijn Remington. En hier, let op zijn hoofd. Vergeet niet te liken, jongens. Laat even weten wat jullie van deze serie vinden. En ik zie jullie de volgende keer.